De minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Diekan, heeft vandaag samen met DNA-voorzitter Jennifer Simons een dringende bijeenkomst gehad met een delegatie van Maron dorpshoofden. De delegatie is speciaal naar Paramaribo afgereisd om te praten over de wet beschermde dorpsgebieden, die in december is aangenomen door de Nationale Assemblée. De Maron dorpshoofden zijn evenals de inheemse dignitarissen niet helemaal tevreden over deze wet. Zij vinden namelijk dat zij betrokken moesten worden bij de voorbereiding en de totstandkoming van deze wet. De dorpshoofden hebben tijdens de ontmoeting in de congreszaal duidelijk hun ontevredenheid geuit. Ik heb een taki voor 5 kilo. Want utaki, ona utaki aba aglonet no no na sause ik heb 5 kilo tori we taki. Ma baka se voor 5 kilo. Ne wansa ma axi kosensi sao tu an a piste. Ik had attendu ook wat ik grondleed die toli, dat kan de juist me ben kon. Aba kan ze ifu alsa ma piate kia consensi. Da fawo du nang a pisi. Minister Diekan is blij met de ontmoeting met de dorpshoofden en dignitarissen. De bewindsman benadrukt dat dit onderhoud noodzakelijk was, omdat de mensen veel verkeerde informatie hebben gekregen. Nadat we gemerkt hadden dat er ruis is ontstaan en misinterpretatie van de bedoeling van de wet, hebben we gemeend om de hoofdkapiteins en andere dignitarissen naar Paramaribo te halen. Om met ze te overleggen, natuurlijk met de initiatiefnemers van de wet, om de achterliggende gedachten, de grondgedachten, maar ook de geest en de beweegredenen van de wet persoonlijk uit te leggen aan het traditioneel gezag van het binnenland. Ze vonden dat ze het vooraf een beetje moesten hebben gehoord, want daardoor zijn mensen ze dingen komen zeggen en ze wisten van niets. Dat is eigenlijk de algemene, wat ik zo een beetje bij iedereen heb gehoord. Het is begrijpelijk. De mensen in het binnenland hebben veel verkeerde dingen meegemaakt wat betreft hun grond. Vanaf Stuurmeer, noem maar op. En het is eigenlijk steeds verder gegaan. Dus ze zijn daar, laten we niet zeggen wantrouwig, voorzichtig erover. Wanneer ze horen dat de wet wordt aangenomen en het heeft te maken met grond, dan gaan hun oren rechtop staan en zo. DNA-voorzitter Jenny Simons en daarvoor minister Edgar Diekan van Regionale Ontwikkeling vandaag na de ontmoeting met Marondorpshoofden en inheemse dignitarissen in de congreszaal. Simons en Diekan hebben gisteren ook gesproken met vertegenwoordigers van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden, de FITS.